Mijn moeder, die een Franstalige was, heeft me eens gezegd... Dans ta vie, mon petit garçon, un tableau fera sa maladie. Alsof dat ze beweerde dat een kunstwerk een ziekte is waaraan dat je niet kunt sterven. Het verschil tussen een goed kunstwerk en een zeer goed kunstwerk, dat is bijna niets. Dat is eindigen met je werk juist 5 voor 12. Om 12 is het al te laat. Dan zegt men in de vaktaal, je hebt het doodgeschilderd. Ik denk, als iets de moeite waard is, moet je het proberen. Ook al lukt het niet, ook al weet je op voorhand dat het niet zal lukken. Het toch proberen, en dat is dan juist het belangrijke, vind ik. Ik zat eens in de middenjury en daar zat ook een nonneke bij en die had mij herkend als zijnde Landuit. En die kwam bij mij en die kwam me vragen, zo in aparte, meneer Landuit, een kunstwerk, wat is dat voor u? Vertel me een keer, oh, zuster, ik ga dat niet doen. Maar moest je weten, nu van onder de en godverdomme, en dan kunstwerk zitten, dan zou je nooit geen kunstwerk meer bekijken. Het werk van Landuit heeft geen theorie nodig. Je wordt erdoor getroffen als door de bliksem. Ik denk dat ik gerust mag zeggen dat hij de grootste kunstenaar in België is. En dat is zonder overdrijving. Het doet mij soms aan de Vlaamse primitieven denken. Ook het meesterschap waarmee hij het oppervlak bewerkt, doet mij denken aan het Lam Gods. En als je daar goed naar kijkt, maar echt naar kijkt, en daarom niet met uw oog, maar met uw derde oog en met uw ziel, dan merk je dat het een bijzonder, bijzonder gevoelige persoonlijkheid is. Mais il a une personnalité qui fait qu'il ne s'est jamais inscrit dans un groupement, dans une tendance, dans une mode, et c'est en cela qu'il se différencie des autres. C'est une barocke figure, hein? C'est un man die, c'est un mythomane terzelfde tijd, hein? Eigenlijk is het de Renaissance figuur. Die man had daar in die tijd, een paar honderd jaar terug leven, dat was de man die alles kende, die alles opslorpte. Ik denk dat een kunstenaar dat ook doet. Of dat hij nu beeldhouwer of schilder is, hij gaat in een andere uitkuipen. Ik toch. Ik ga me multipliceren. Dat is dan typisch voor mij. Ik ga proberen van zoveel mensen te zijn. Mijn moeder ze heeft dan een keer gezegd in het midden van de straat in Kortrijk, met haar arm in de lucht. En ze riep al de buurvrouwen ter getuigenissen. Och, madame, ken hij de morine, maar hij telt voor tienen. Il est non seulement peintre, il est dessinateur, il est sculpteur, il fait de la céramique, il fait des bijoux. C'est un homme qui a tout pratiqué, qui a une technicité fabuleuse. Een juweel maken is niet een sculptuur maken die je verkleint. Het gaat veel verder dan dat. Het juweel ten eerste heeft een bestemming en heeft een functie. Il est pour moi le grand créateur de bijoux contemporains. Et dans ses bijoux, il laisse de nouveau sa fantaisie, sa poésie s'exprimer totalement. Et il prend des objets partout, il les assemble et il en fait une nouvelle unité. Ik heb altijd als een vlinder of als een kever bepaalde stuifmeel op mijn vlerken als ik naar iets anders overstap. Dus ze zeggen, als ik van een sculptuur kom en ik kom naar hier, dan is dat voor mij hetzelfde. Ik heb dus verschillende ateliers. Dat is hier een van de ateliers waar ik aan keramiek werk. Is in Beerlem. Dit is hier voor brons. En dit is dan nog maar een onderdeel van de vele ateliers die ik gebruik. Hij gaat bijvoorbeeld 3 keer per week naar Oudenaarde. Dat is ook een teken dat hij zonder het atelier niet kan leven. Hij moet in die sfeer zitten, hij moet met die ambachtslieden kunnen omgaan. Dat maakt deel uit van het grote creatieve proces.
Landuit was iemand die 100% achter het technische stond. Het moest heel goed zijn, niet verhankelijk. Niet een werk dat je ophangt en dat, laten we zeggen, 3 jaar de stukken op de grond liggen. Nee, dat moet de eeuwen trotseren. Keramiek is in feite sculptuur voor armen. Die zich, dat kost niet zoveel als je een oven hebt, als je kunt erover beschikken. Dat maken is al een pak duurder. En in het goudwerk en zo verder, als het een groot sculptuur is, dan natuurlijk nog een pak duurder. Ik heb het ook gemaakt, zo'n dingen gemaakt in zilver. En naarmate dat mijn pet staat op dat ogenblik, zou ik voor dat of voor dat kiezen. Bijna altijd vanuit de mislukking. Als het voorgaande een mislukking is, dan zeg ik bij mezelf, van godverdomme, ik had het nu een keer goed doen. Ik ken kunstenaars die een model gebruikten die er nooit naar keken. Vermeeke bijvoorbeeld. Waarom is dat model daar? Ik heb dat nodig van als ik het niet meer weet, dat ik nog altijd kan te raden gaan daar. Staat er maar als een woordenboek. Het is het oord waar alles begonnen is. Het is dus een kleine buurt van kleine mensjes die recht over het krankzinnige gesticht gevestigd waren. Mijn grootvader woonde hier en er was nog een gezin, zijn dochter met de echtgenoot en nog een derde gezin van mijn ouders. In zo'n klein huisje, dat zegt al genoeg. Het was precies dat we samen woonden en dat we zich aan mekaars huid aanwreven. Mijn grootvader was zo gestapt uit een werk van Zola, een anarchiste van la lettre. Dat wil dus zeggen dat je slaag kreeg van de twee partijen, links en rechts. En hij was een arm man, dus een schoenmaker. En zijn deur stond altijd open, was een principe bij hem. Niet mocht er binnenkomen. De laatste voor op Sint-Pietersplein in Gent. Daar werd dus de heleboel mensen afgedankt. Want toen waren ze nog niet de woonwagens die ze nu hebben. En toen zaten ze op straat. Maar die konden altijd wel bij mijn grootvader binnen. Nu kun je je voorstellen wat dat voor mij betekende. Contact te hebben als klein kind. Met jongleurs, met goochelaars. Het was een zo eigenaardig fauna. Zo vrijgevochten in hun gedachten. Dat me dat nog automatisch moest markeren. Ik herinner mij trapezisten en die konden mij over evenwicht spreken. Dat is me heel mijn leven bijgebleven. Het evenwicht ook in mijn schilderijen. Maar voorin was het een fysiek evenwicht, maar ook een mentaal evenwicht. Ze zegt, als het in je kop niet goed zit, dan val je eraf. En ik heb dat onthouden. Mijn vader was een heel andere figuur. Hij was brievenbesteller en hij wou het verschil. Het sociale verschil. Wou je wegwerken. Het groot verschil dat zal blijven tussen de kleine man en de andere, zit hem in zijn bovenkamer, zit hem hier. Als we dat kunnen geven aan de werkman, dan zal hij vanzelf een andere positie krijgen. Dat moet de kassen doorbreken. En ik heb dat allemaal ingeslikt en ingeademd, zou ik zeggen. Mijn moeder, ik heeft nooit niemand geweten waar ze goed vandaan kwam. Het was waarschijnlijk iemand geweest die ook op een dompel was en die bij mijn grootvader opgevangen werd. Ze was wel Franstalig. Maar waar ze precies vandaan kwam, ik heb altijd gedacht dat ze misschien wel een link zou gehad hebben met die kermismensen. Iedere donderdag, het was een donderdagnamiddag, showden ze me mee naar het museum. En ik liep daar praktisch alleen rond, want daar was daar praktisch niet veel volk. Maar dan mocht je gratis binnen en dan kocht ze één plak. Hollandse kaas, zo'n rode kaas, een eetander kaas. En dat werd dan daar genuttigd in het museum. En dat was dan een heel evenement voor mij. En de suppoosten hebben me daar rondgeleid en me op bepaalde dingen gewezen die me nog bijgebleven zijn. Bij mijn ouders en mijn grootouders, artiest worden was gelijk voor een christelijke zin een priester hebben. Dus ik ben in die zin altijd gestimuleerd geweest.
toen ik getrouwd ben ik naar Gent gekomen, ben ik hier gekomen, heb ik de deur opgegaan en ik ben verder gezet. Dat is mijn atelier dan hier geworden. Dus La Vie de Bohème heb ik in zijn feite nog beleefd. En iedere keer als het zeer slecht ging en dat ik mijn moeite kon draaien, dat ik mijn schilderij moest beperken aan het formaat van de plaats, toen zei ik bij mezelf, ja, maar ooit krijg ik een atelier. En die atelier werd maar altijd maar groter en groter naarmate ik musea zat en naarmate ik mensen niet kon inviteren. Al wat ik verkregen heb nadien en betracht heb nadien, is bijna als een compensatie geweest van de gemis. Ik geloof dat je, als je ooit het eten wilt appreciëren en de goede gerechten, dan moet je verschrikkelijk een honger gehad hebben. Ik wou een huis maken die, zoals men een graantje in de grond zou steken, het groeit in die bodem en het wordt iets. En het wordt een Vlaams huis, zou ik zeggen. Er is hier geen zon, er is hier veel regel, dus geen luifels. Laat het licht maar binnenkomen en zo verder. Dus zo gegroeid. En dat huis is hier volledig afgestemd op mijn werk, praktisch. Soms heb ik bepaalde dingen gemaakt om daar een werk te stellen. Of het wordt een bunker genoemd. Want in die tijd natuurlijk, dat soort huis was niet zo in trek. We zijn zo gevoelig, zo kwetsbaar. Bijna de slak. Wat doet zij? Ze gaat zich beschermen en ze gaat zich omhullen met een harde karapas. Een huis is die schelp, ik ben die slak daar wat binnenin. Die probeert ervan te maken wat ik wil en die zijn eigen slijm afscheidt om daar het parlemoer te brengen. Landuit zijn huis als een kunstwerk. Dat huis is in geen 30 jaar niet meer veranderd. Dus dat zijn dezelfde verven, zijn dezelfde schilderijen, dat zijn dezelfde meubels. Dat bougeert niet. Daar moet je niet aankomen. Die atelier van hem, die is groot en al wat je wilt, maar die staat stampvol, eivol. Dat is voor mij een grote ergernis, iedere keer als ik dat moet gaan fotograferen. Ik breek mijn nek daar, ik weet niet waar ik mijn lampen moet zetten. Ik kan dat niet verduisteren, ik kan dat niet donker maken. Ik heb hem al 100.000 keer gezegd. Alsjeblieft, dat hij nog een krokot bij hierboven. Hè? Maar hij zou liever doodvallen dan ook maar één steen aan zijn huis te wijzigen. Ik ben die vier jongen geweest die in het onderwijs gegaan heeft, omdat ik voelde mij te pretentieus, zou ik zeggen, om te gaan schooien bij die collectioneur die mij had kunnen vooruit helpen. Want je moest uit een hand gaan eten en dan was het goed. Dat wou ik dus niet doen. Ik kon zo niet eens een bleke vent bij jou, met zo'n lange neus, zo, met een zwarte noot, met een rood koord daar rond. We zijn dus dat land uit. Ja. Men kwam hier binnen zoals men in een klooster binnenkomt. Dat wil zeggen, je moest er volledig in geloven. Wie er niet in geloofde, mocht naar huis gaan. Hij draaide tijdens de les platen van Jerry Mulligan, Big Bill Brunzi, Charlie Parker. Dat was in die tijd nog nooit gehoord. Ik dacht, amai, wat wordt dat hier, hè? Achteraf viel dat best mee, hè. Dat was eigenlijk een hele joviale vriendelijke vent. Maar die eerste aanblik van hem, zo, dat was zoiets van... Ik kon er mij vuile wolken vertellen. En dat had hij, dan noemde dat zelf het vuile vuurtje. En dat was plezant. Dat was opeens, ik kende een paar nieuwtjes. En dat werd dus gewoon in de klas verteld. Iedereen lag plat van het lachen. En dan begon opnieuw het serieuzere werk. Een goed leermeester is voor mij, wat men in het Frans zegt, een maître à penser. Dus dat is echt iemand die je helpt denken. Ik denk dat de mooiste momenten voor mij...